Gisteren was ik bij mijn oma. Zij zat aan de ene kant van de eettafel en ik aan de andere kant. Zo doen we dat tegenwoordig. Netjes op 1,5 meter afstand. Oma is bang dat ze corona krijgt. Ze is inmiddels al in de 80 en haar gezondheid gaat achteruit. Met een koekje bij de thee en oma een bakje koffie praten we over het nieuws. Over een aantal dagen is het dodenherdenking en bevrijdingsdag. Normaal gesproken gaan we altijd samen langs het monument aan de Parklaan om stil te staan bij slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dit jaar kan dat helaas vanwege corona niet. Oma moet zoveel mogelijk binnen blijven. Ze vertelt me de verhalen van hoe het was als klein meisje tijdens de oorlog. Ik ben vlak voor de oorlog geboren. Toen in mei 1940 de Duitse vliegtuigen overvlogen, rende ik als klein meisje naar buiten om naar de vliegtuigen te zwaaien. Als ik naar ze zou zwaaien, zouden ze vanuit het vliegtuig zien dat wij geen kwaad doen. Nederland werd ingenomen door de Duitsers en zij bepaalden nu vanuit de overheid de regels. Om de bevolking in bedwang te houden en om verzet tegen te gaan, werden er allerlei maatregelen ingevoerd. Kwamen er represailles om verzetacties te bestraffen en werd er een avondklok ingevoerd. De gewone burger moest 's avonds binnen blijven. Mijn vader had een ausweis, vanwege zijn werk moest hij 's avonds over straat. Enkel met deze vergunning, uitgegeven door de Duitse overheid, mocht je tijdens de avondklok de straat op. De hele familie leefde 4 oorlogsjaren in angst. We waren bang voor de Duitse bezetter en zijn acties. 'S Avonds, wanneer wij met z'n allen binnen moesten blijven, luisterden we stiekem naar Radio Oranje. Vanuit Engeland sprak koningin Wilhelmina het Nederlandse volk toe over de radio. De berichten gaven ons goede moed. Toen in oktober 1944 Roosendaal werd bevrijd, was het een groot feest. Iedereen ging met vlaggetjes de straat op en danste met elkaar. Moeder had mijn mooiste jurk aangetrokken en deed lintjes in mijn haar. Van de Britse soldaten kregen wij chocola en mijn vader kreeg sigaretten. Iedereen was blij dat de oorlog eindelijk voorbij was. De verhalen van oma doen mij denken aan de situatie van nu. Ook nu zijn er door de overheid allerlei maatregelen ingesteld. Dan wel niet voor een oorlog, maar om de coronabesmettingen tegen te gaan. We mogen 's avonds ook niet naar buiten, vanwege de avondklok. Mensen zijn bang voor het virus en niemand weet hoe lang het nog gaat duren. De situatie van nu en de verhalen van oma doen mij beseffen dat de oorlog een hele enge tijd moet zijn geweest. Ook al leven we dan nu met een aantal extra regels, ik ben blij dat ik in vrijheid mag leven.